Hey, ik ben Mark van Motorclaimcenter TV en in deze video vertel ik jullie meer over de Revit Campo, beschikbaar bij motorclaimcenter.nl. Motorkledingcenter, de specialist in motorkleding. De Revit Campo is een echte riding jeans uit de collectie van Revit. Gemaakt van een Cordura denim, dat wil zeggen dat er een Cordura weefsel gemixt is met een denim weefsel, waardoor je een hele slijtvaste denim laag krijgt. Dus dat wil zeggen dat de hele broek van zichzelf al slijtvast is. Paul heeft een maat 33 aan, terwijl hij normaal gesproken een jeans maat 32 heeft. Ze valt wat aan de kleine kant. Je ziet dat hij vrij strak zit op de bovenbenen en dan mooi recht naar beneden uitloopt. De Campo is bijzonder omdat hij draaipijpen heeft gekregen. Dat wil zeggen dat de knieën een beetje naar buiten staan gedraaid. Dat is vooral lekker als je op de motor zit met gebogen knieën. Als we hem op de tafel bekijken zien we dat het een mooie donkere nette wassing is. En op de tafel zie je direct al de draai van de knie. Op deze manier heb je in je rijdende positie je knieprotector altijd op de juiste plaats. Het is voorzien van mooie grote steekzakken. En onderaan de broek voorzien van een reflector die als we de broek opvouwen duidelijk zichtbaar wordt. Aan de achterkant zien we ook grote mooie zakken. En zie je ook duidelijk weer het draaipatroon in de stiksels. Als we de broek binnenste buiten keren, dan zien we eigenlijk pas dat het echt om een motorbroek gaat. Zoals ik al zei, is de denimlaag van zichzelf al heel erg slijtvast. En dat is deze laag. We zien ook een driedubbele stiknaad. Dus dat wil zeggen dat hij drie keer gestikt is. Dat als we onderuit gaan, dat de broek niet uit elkaar kan scheuren op de naad. De Revit Campo is ook voorzien van een Power Shield. Dat is een extra slijtvast materiaal. Er zijn heel veel lusjes. Het is een materiaal dat door Revit ontwikkeld is. Die als je onderuit gaat allemaal over elkaar heen vallen. Waardoor je een hele slijtvaste laag krijgt. Die laag zit ook op de knieën als extra beveiliging. En we zien hier ook een pocket waar we de bijgeleverde knieprotectoren in kunnen plaatsen van Nox. Die standaard bij alle jeans van Revit worden gegeven. Gemakkelijk in de pocket te plaatsen. En op deze manier hebben we niet alleen glijveiligheid over de hele broek, maar hebben we ook goede stootveiligheid. Eventueel kunnen we de broek nog uitrusten met Revit heupprotectoren die los bij te bestellen zijn. Wil je meer informatie over de Revit Campo of wil je deze broek bestellen? Klik dan op de balk in beeld. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.